Ik heet u vanmorgen namens de leiding van de BBS van harte welkom bij dit gebeuren. De bevordering van 120 beveiligingsambtenaren in een naast hogere rang. Wat ik wil meegeven is dat u vandaag bevorderd wordt en weet dat het de Heer is die mensen verhoogt. U hebt gewacht op het moment dat mensen destructieve voor u gaan plaatsen vandaag. Maar ik wil u dan nadruk leggen, het is God die zijn werk doet. En dat is genade dat jullie vandaag hier mogen zijn. Vele zijn er die het niet hebben kunnen halen, hebben gehaald. Maar vandaag is het genade dat jullie dit mogen hebben. Amen. Ik feliciteer u en uw familie, uw gezin, want zij zijn degene die de offers hebben gebracht. Ik feliciteer ook uw gezin, uw naaste familieleden die u hebben ondersteund. Ja, en ik heb in elk geval geluisterd naar het eerste gedeelte van het dankwoord. En ik ben zelf christelijk opgevoed. Misschien lang niet naar de kerk gegaan, maar ik weet wel één ding. Ora et labora. Hoop alleen is uitgestelde teleurstelling. Bid en werk. Want ik heb nog geen enkel land in de wereld gezien waar iedereen bidt en alles goed komt. Bid en werk en wij gaan in elk geval bidden en zeker werken. U heeft lang naar dit moment uitgekeken. Blijf gemotiveerd. Uw werk verrichten en wees u een voorbeeld voor uw collega's en de samenleving die naar u kijkt. U hebt een dienend beroep. Bent u zich daarvan bewust? Om de BBS tot een moderne en flexibele organisatie te transformeren, conform onze missie en visie, zal uw inzet harder nodig zijn. In het kader van de capaciteitsversterking starten we dus op 5 januari 2018 met de basisopleiding BBS. De duur van deze opleiding is 6 maanden en het streven is de opleiding met 81 recruten te starten. Bevorderden. U zal deze recruten moeten begeleiden en helpen om ze te vormen. U zal voor hen een goed voorbeeld moeten zijn. Let op uw uitstraling. Uw werkhouding, wees vooral integer. Ik wens u van deze plaats uit veel succes toe in uw verdere loopbaan. Dank aan u allen voor uw aanwezigheid bij dit heugelijk feit en voor u en uw familie alvast fijne kerstdagen toegewenst. Vandaag zal zijn, wat vandaag zich voltrekt, is een beloning op het werk. Maar die samenleving vereist van ons meer en harder werken. Een betere dienstverlening. We moeten met de ontwikkelingen meegaan. Dus als je de dingen doet zoals je het altijd hebt gedaan, zal je zelfs het resultaat krijgen. Maar wij zullen harder moeten werken, omdat wij, wanneer we straks in een positie zijn waar we niet meer kunnen werken, dat onze kinderen wel voor ons moeten kunnen zorgen. We moeten niet alleen denken aan de dag van vandaag, we moeten ook denken aan de dag van morgen. U legt de basis niet alleen voor uzelf, maar voor uw gezin, uw familie, uw omgeving. Wat u vandaag toegemeten krijgt, is een beoordeling, is een waardering voor datgene wat u gedaan heeft.